Hey Bart Valkenier hier van maakietsmedia.nl en welkom bij deze wordtraining. In deze video, nou, het ziet er pro voor je uit en het is toch zo gepiep. bladzijde nummers. Nee nee nee, die ga jij niet pagina pagina zelf typen. Ben jij helemaal mal? Check de hele training op media.nl slash word. nummers in Word is ook zo gepiept. Ik heb hier een heel lang verslag uh, gemaakt door ChatGPT over kwal. En in de vorige video over automatische inhoudsopgaven hebben we dit gemaakt. Een automatische inhoudsopgave. ctrl klik, bam, je gaat erheen. Super vet en uh, een leuke fancy. Maar hé, bladzijnnummers hoort er ook bij. Zo gepiept. Maar eerst even het volgende. Als je hier naar beeld gaat. Hier zo bij beeld heb je hier verticaal of opzij. En verticaal betekent natuurlijk van boven en uh, naar beneden zeg maar, de bladzijde weergeven. Maar opzij. Van links naar rechts kan dus ook. En wat krijg je dan? Dan krijg je dit. Tadaa. En als je dan aan je muis wil draait, dan uh, wordt het een soort van boekje en dan kun je er lekker snel zo uh, doorheen. Is eigenlijk ook wel geinig. Dus kies zelf of je voor verticaal gaat of voor opzij. Ik doe eventjes opzij, want dan kunnen we snel checken of die bladzijnummers gefixt zijn. Nou, hoe maak je nou bladzijnummers? Dat heeft alles te maken met kop en voettekst. Kop bovenin, voeten onderin. Dat had je al verwacht. Maar hoe kom je daar nou, nou eigenlijk? Door ergens bovenaan of onderaan de pagina dubbel klikken. Dus klik-klik. En als ik hier klik-klik doe. Dan kom ik hier dus in mijn koptekst en hier in mijn voettekst. Daar ga ik in de volgende video meer over vertellen. Maar het komt er eigenlijk op neer. Dat alles wat je hier typt, komt op alle pagina's dus boven of onderin eh, te staan. En dus ook de. Paginanummer. Want hier vind je dus paginanummers. Als ik dus in die kop- en voettekstmodus modus zit, zit ik hier bij kop- en voettekst lint. En vind ik hier paginanummer. En dan kan je hier dus kiezen waar die paginanummer terecht moet komen. Bijvoorbeeld bovenaan pagina of onderaan de pagina. Dus ik kies hier bijvoorbeeld eventjes voor. Uh... Nou, je kan allerlei vormen kiezen. Dikke lijn, uh, dunne lijn, groot, klein. Nou, ik kies er eentje uit. Ik doe eventjes gewoon uh, alleen het nummertje en dan uh, aan de rechterkant. En dan komt hier dus uh, nummer 1 te staan en nummer 2 op alle pagina's. En wat je dan nou kan doen is blz. typen, spatie. En hoe ga ik dan weer uit? Die kop- en voettekstmodus is weer heel simpel. Gewoon dubbelklik. En dan ben ik daar weer uit. Maar wat je nu ziet is dat dus elke bladzij heeft nu dus een nieuw nummertje gekregen. En als ik bijvoorbeeld eventjes nog wat hoofdstukken wil herindelen. Maar bijvoorbeeld uh, hier. Nou dit is wel een heel klein stukje hoofdstuk 2. Ik doe gewoon hoofdstuk 2 eventjes naar de volgende bladzij. Ctrl-Enter. Dat weet je ondertussen wel hoop ik. Dan heb ik hier dus een pagina einde toegevoegd. <laughs> en heb ik dus uh, een extra bladzijde gemaakt. Kan ik hier de. Automatisch inhoudsopgave eventjes bijwerken. En wat je ziet is dus dat er een, ook weer een nieuwe bladzijde 12 is toegevoegd. Nou, je snapt het idee. Hij zet gewoon de bladzijndummers onderin eh, op de pagina. Super handig. En op die manier maak je dus bladzijndummers. Maar wat ook kan, hè, dit, dit wordt zeg maar uh, de voorkant, is dat je die bladzijde 1 niet op de voorkant wil uh, weergeven. En dat doe je door hierdoor te klikken op de Kop- en voettekst lint op het vinkje aanzetten bij eerste pagina afwijkend. En dan laat hij dus een voettekst zien op de eerste pagina. En dat zal hij dus niet laten zien op alle andere pagina's. Dus nu heb ik geen bladzijde 1 op de voorkant van mijn verslag. Eh, maar wel overal de juiste bladzijnnummers bij de anderen. Nou, op die manier maak je dus bladzijnnummers in Word. Simpel toch.